Nou, eigenlijk, we proberen 1 keer per week vlees te eten en soms wel helemaal niet. Maar meestal wordt het dan 2 keer per week. Elke dag. Elke dag. Ja. Bijna elke dag. Bijna elke dag. Ben je bewust dat het eigenlijk niet zo heel erg goed voor je is? Nee. Nee? Dus als je vlees eet, dan denk je er niet echt aan. Nee. Eten jullie biologisch thuis? Soms. Twee keer in de week. Oké. Okay. Nee, mijn moeder eet geen biologisch. Dat vindt ze niet lekker. Ik herken het. Nou, het is dus zo dat de bevolking steeds groeit en daardoor moeten we dus gaan bedenken hoe we nu met voeding omgaan. En vlees, dat neemt best veel in voor het milieu, want je verbruikt veel water aan dieren. En als je een dier slacht, komen er ook stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu. Dus daarom moeten we nu samen met de wereld eigenlijk een manier gaan bedenken om toch wel het vlees te kunnen eten qua smaak. Yeah. Maar wel dat het niet meer slecht is voor het milieu. Ben je er wel van bewust als je vlees eet? Ja, ik ben er wel van bewust. Meestal eet ik mijn vlees niet eens helemaal op. Maar daar ga je wel van nadenken. En dan denk je eigenlijk dat ja, het is best wel zielig. Want ze worden er eigenlijk gewoon voor gefokt en dat is gewoon zielig. Ja. Ja. Dus dat vind ik zelf niet kunnen. Maar ja, ik heb geen keuze thuis. Ja, dat is waar.